staat tutorial op Piraten Donderdag. Wij gaan je deze keer uitleggen hoe je een driekantige piratenhoed maakt. Simpel, van een zonnehoed zoals je die kan kopen momenteel bij de Action of bij een kringloopwinkel. En met de nieuwste Pirates of the Caribbean film in de bioscoop, Dead Man Tell No Tales, met onze Captain Jack Sparrow, is het misschien een onmisbare tutorial tussendoor. Deze hoed hebben we gemaakt van een roze zonnehoed afkomstig van de Action. En nadat het lint eraf was gehaald, hebben we de achterkant aangehouden en de achterkant opgerold en met het lijmpistool, met het lijmpistool vastgezet. Dat even vastgehouden tot het droog was en deze flappen wel symmetrisch vastgezet op dezelfde punten. Toch was die vorm nog niet helemaal zoals ik wilde, maar dat is later helemaal goed gekomen. We hebben hem toen in de primer gezet van de Action en toen dat droog was, zwart gespoten met spuitbus, zwart van de Action, snap je? Nadat dit gedaan was, we hadden nog lederen koorden en eentje aan een naaldje gezet. En gestikt en dusdanig naar voren op dezelfde symmetrische plekken dat je dit een gootje zo mooi krijgt. En dat was het. Dit is alles voor tutorial voor het maken van een driehoekige piratenhoed. Ik kan hem zelf niet opzetten. Mijn kop is te groot voor deze maat. Maar hij is voor de vrouw des huizes. En zij gaat hem nog versieren met een kantje erop. Misschien wat veren erin. Ze ziet wel go with the flow in dit geval ook. En je weet nu in ieder geval de basis om een mooie piratenhoed te maken voor jezelf of voor een geliefde, voor kinderen of wie dan ook. Ik wens je weer heel veel succes met het maken van mooie dingen. Klik zeker even op liken en abonneren op dit kanaal en deze video. En ik zie je graag weer terug in een volgende tutorial. Yo ho, a pirate life for me.